aangename voor de derde keer al dit seizoen. Eén keertje stonden ze al tegenover elkaar in de competitie en ook in de beker werden ze aan elkaar gekoppeld. En als de logica gerespecteerd wordt, dan gaat Tiene opnieuw winnen. Dat gebeurde ook in de twee vorige confrontaties. Tiene moet het stellen zonder de geblesseerde van de punt en nu voor. Trian Tafalidis, dat is een moeilijke naam. Hij zit op het strafbankje. Met name Kert Nedis terug, Svetkovic, Benayen en Benzema mogen de club verlaten. Zij zijn er niet meer bij. En net zoals dat elders het geval was dit weekend, tot hier een bevroren veld. Mooi voetbal, hoeven dus niet echt te verwachten. Dumme, wordt diep gestuurd op de rechterkant. Dumme, Rovers die bal brengt voor, Barbé voor de 1-0, nee. Goede kans was het, maar via Moditang gaat de bal in hoekschop. De goede poging van Steve Barbé. Wilme met de hoekschop naar de eerste palen. Van Hees komt binnen, 1-0. Dan toch de voorsprong voor Tiene. Ze waren er al heel dichtbij met die kans voor Barbé. Maar nu is Van Grotebreweel toch geklopt. Bart van Hees aan de eerste paal en 1-0 voor Tiene. Dat is ook de ruststand. En dan ziet het er behoorlijk belabberd uit, voornamelijk dat niet echt overloopt van vertrouwen natuurlijk. En wie dacht dat Name in de tweede helft iets beter zou presteren, die is er toch wel aan voor de moeite. Tiene grijpt de bezoekers meteen bij de keel en dat resulteert in een aantal goede kansen. Penga in de 16. Penga nog altijd ligt terug tot bij Belmey. Het loopballetje net naast de doel van Grotebreweel. Later zien we Belmey opnieuw, dit keer met een vrije trap. Belmey trapt hier maar in. Jawel, het is 2-0 en het is vooral dik verdiend. Nog eens kijken. Belmey plaatst hem mooi buiten het bereik van Grotebreweel. Is de wedstrijd dan gespeeld? Nee, toch niet, want twee minuten na de 2-0 scoort namen tegen eerst een Nelis met een vrije trap. Een bal die blijft hangen en dan Michael Blon. In de herdeling. Want uitverdedigen bij Tiene verloopt niet zo vlot. Zo krijgt de supporters toch waar voor hun geld. En dan gaat het plots bijzonder snel. In een paar minuten tijd krijgen we de ene goal na de andere. Barbé naar Penga mag doorgaan en maakt het af. 3-1. Eventjes was er hoop bij Name, maar dat wordt nu bij deze helemaal de kop ingedrukt. Barbé naar Penga, razendsnel, mooi omzien. Op ze er gewoon helemaal af in 3-1. De suikerjongens voelen dat ze hun tegenstander helemaal naar het slachthuis kunnen voetballen. Van de Kouter. Dank u wel. Kopbal, hier is Thijs. Op de paal nog niet afgelopen. Barbé en die scoort wel 4-1. Eerst was er nog pech voor Thijs. Maar gelukkig voor Tiene was Barbé goed gevolgd, stond hij op de goede plek. Maar werd hem natuurlijk niet echt moeilijk gemaakt. Drie minuten na de 4-1, kort genomen hoekschop. Hij heeft daar hangen voor het Waalse doel. Hij is nu naar Bogaert en mocht hij de tel zijn kwijtgeraakt is 5-1. Bogaert stond daar helemaal vrij, mocht vrij binnenkoppen. Dan voelen wij toch wel mee met Van Grotebreweel, de doelman van Name. Staat echt wel in de schietkraam. En zijn lijden is nog niet afgelopen. Hier is Tiene opnieuw. Blanc met fout op Neven. Staat nog maar net op het veld. Leuke invalbeurt dus. Een bijzonder lichte strafschop. Scheidsrechter Wim Smet is in een gullebui. Wel mee voor zijn tweede. Wel mee. En 6-1. Is er een dokter in de zaal? Want ik denk dat Van Grotebreweel er stilaan eentje nodig heeft. En voor de supporters van Tiene is het natuurlijk fantastisch. Voor de doelman van Name net iets minder. Hier is hij. Van Grotebreweel. Acqua. Opnieuw. Heel veel ruimte. Komt er nog een zevende. De Silva, de invaller met de 7-1. In één tijd trapt hij binnen. Een mooi doelpunt om deze vreemde, maar toch aangename wedstrijd mee af te sluiten. Tiene eindigt een uitstekende heenronde af op een al even uitstekende derde plaats. De Name weet stilaan waar het aan toe is. Behoud, dat wordt bijzonder moeilijk. Tiene tegen Name 7-1.
Ja, een beetje.